Een hele goede avond. Het is weer donderdag dat we zeggen het is tijd voor ATV Sports. Ik ben Shagnes Frenkel, uw presentatrice vandaag. In het Binnenlands Blok hebben wij heel veel basketbal. Afgelopen dinsdag is Kooi Kapers kampioen geworden in de Heren Hoofdklasse competitie. We hebben Winston Leerdam en Denzel Anatoué op bezoek gehad. Denzel Anatoué die heeft dus een scholarship gekregen en hij mag volgende week afreizen naar de Verenigde Staten van Amerika. Dit allemaal te doen door een kamp dat georganiseerd werd door Winston Leerdam, maar verder in ATV Sports krijgt u daar meer over te horen. In het buitenlands blok hebben wij tennis, de Canadian Open, die is nu gaande. We zijn in de round of 16 en we gaan ook weer hebben over basketbal, oftewel de WNBA. Blijft u afgestemd, want dat krijgt u vandaag allemaal te zien in deze donderdag editie van ATV Sports. Motores, Faísca Gold, you can control me. Welkom terug bij ATV Sports. We beginnen het binnenlands gedeelte met basketbal. We gaan kijken naar de finale van afgelopen dinsdag. Het was game 4 en Kooi Kapers die stond 2-1 voor in deze best of 5 series. Zij namen het op tegen SCVU. Frontcourt van SCVU. Een beetje meer daadkracht in de personen van Daniel Samson, Lordentio Weibold. Die jongens wil ik Amelo. Die jongens zullen moeten werken, want tot nu toe is het meer geweest de guards die in principe het leeuwendeel van het werk hebben gedaan. Terwijl naar Kooi Kapers apparatief zien zo. Vooral Bami, hij doet zijn dirty work. Eerste schot gemist. Forster. Maar daarover gaan we een speciaal item maken. Moni van Beide is vanmorgen vertrokken. Ook op een full scholarship van 2 jaren. De speelster van de Arend. Ja. Dus wij zien haar niet bij game 2. Nee, die zien we niet. Die had een mooie bijdrage bij de eerste wedstrijd. We hebben nog 2 minuten te gaan met nog een paar seconden. Krak, die maakt, gaat naar binnen. En die scoort met zijn linkerhand. Hier met een 3-pointer. Dat is een biggie money 3-pointer. Snelle uitbraak, Gilan. 1-2, lay-up. Niet echt veel druk, want ja, hij staat erin voor. Juist. En je hebt een kampioenschap om binnenkort te vieren. Ja. En daar zie je dat de heren van pas plus 2, Dolut. Ervaring, ervaring, ervaring. Ik wil weer een beetje entertainment van de spelers. Naast het basketballen kunnen ze ook dansen. Helemaal, helemaal. Sowieso was Kooi Kapers van Hunslag komt weg met de bal. Paas op Fonkel. En Fonkel zet nog meer olie op het vuur. 3-pointer. En de mensen zingen hier. Ze zingen hier. Heat, 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 heat. Ja. De seconde tikken weg, dames en heren. En daar heb je de laatste seconde. En het is zover. Einde, 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 dames en heren. Kooi Kapers, kampioen van Heren Hoofdklasse Basketbal, seizoen 2022-2023.
Als je het mij vraagt, vind je een welverdiende kampioenschap. Ze hebben weliswaar alleen het onderspit moeten delven tegen SCVU gedurende de competitie. En ze hebben dus in de finale sportief revanche genomen. En je ziet het, ze zijn kampioen geworden. Kooi Kapers dus, heren, hoofdklasse basketbal, kampioen van Suriname. Ze winnen deze strijd met 3-1 van SCVU. Na de wedstrijd hadden wij Guillermo Burke daar, die een interview had met de coaches. De coach van Kooi Kaper, dat is Ludwig Belgrave, en de coach van SCVU, Leslie Danraj. Het is een geluk. Inschrijven geschiedenis. Eerste maal hoofdklasse kampioen met Kooi Kaper. Hoe voelt het dan? Ja, het voelt geweldig aan. Omdat ik vanaf het begin, toen ik pas naar Kooi Kaper ben gegaan, eigenlijk ben ik voor de jeugd gegaan. Ja, omdat de jeugd semi-kampioen was geworden en het ging niet goed met de jeugd. Heb ik een plan van aanpak geschreven voor die vereniging, voor het bestuur. En ik heb ze gezegd, bij de jeugd laten ze me 3 jaar geven. En als ze inkomen, alle vraagstukken van de vereniging, van die jongens, dan spelen we de finale na 3 jaar. Maar bij de eerste jaar al, ja, zijn we kampioen geworden bij de jeugd. Toen hebben ze me aangesteld om hoofdklasse over te nemen. Toen heb ik ze gezegd van bij de hoofdklasse, gewoon door met die 3 jaren. Het was een 3 jaren plan, ja. En we zouden spelers aantrekken om bepaalde posities te versterken. Ik heb aangegeven welke spelers en wat voor kwaliteiten die spelers moesten hebben. Ja, en dit is het resultaat. Vorig jaar hebben we al gezien, we zijn in de finale beland. Dus we hebben verloren van Rockers met 3-1. En van het jaar, ik heb gezegd, ik kan niet lager eindigen dan semi-kampioen. Het kan alleen maar meer worden. En hogerop is het kampioen. Oké, coach Belgrim, u heeft op uw team bepaalde spelers aangekocht. En u heeft naar mijn inziens gericht aangekocht. Want die mannen die u heeft aangekocht, waren op den duur de mannen die de doorslag hebben gebracht. Was het een bewuste keus van u als coach om achter bepaalde spelers te gaan op de maatschappij komen? Ja, kijk, we hadden bepaalde spelers op het oog. En spelers zijn ook gekomen. Maar we hebben niet iedereen kunnen accommoderen. Ja? We hebben gekeken wat hadden we nodig, wat hadden we al in huis. En daar hebben we die spelers geaccommodeerd. Ja? En het is één geheel geworden. We hebben hard gewerkt als een voortraject. Mensen weten niet wat we daarvoor hebben gedaan. We zijn eerder begonnen met trainen. We hadden eerst kracht, agility en conditie. Omdat als je die 3 dingen hebt, kan je elke tegenstander in onder druk zetten. En dat hebben we gedaan. We hadden veel conditie gedaan. Ja, en gaandeweg de compositie heeft iedereen gemerkt van Kooi Kaper was een ploeg met de beste conditie. En vandaag is het weer bewezen in de playoffs. Oké, coach, tot slot. Wat is het vervolgtraject? Behalve genieten er, hè? Maar wat gaat u dus nu doen ter voorbereiding van het volgend jaar? Of denkt u daar even niet aan? Nee. Kijk, volgend jaar moeten we ook een beetje aan de onderbouw gaan werken. Weet je? Dus ik ben ook bereid volgend jaar een mini-ASP of een mini, weet je, ook een beetje daar te gaan helpen. Met die ervaring die ik heb opgedaan, wil ik het ook een beetje lager gaan zoeken. Maar dat wil niet zeggen dat ik afstand ga doen van de hoofdklasse. Ja, maar bij de hoofdklasse gaan we even een beetje rust nemen tot de voorbereiding. Ja, want we moeten weer een plan maken van hoe we ons gaan voorbereiden. Maar ik ga even focussen op eerste klasse, omdat we daar ook in de play-off zitten. Dank u wel, coach. En het laatste wat ik nog wil zeggen, geniet van kampioenschap, u heeft het verdiend. Gaat u maar genieten met uw spelers. Ja, Patrui zegt het al. Not given. Ja? Helemaal, coach. Thank you. We hebben hard gewerkt in de verdediging, maar op den duur werden ze ook moe. Op den duur kregen die mannen vrije schoten. En we bleven maar vechten in die rush van de aanval. En die ballen van me vielen niet. Dus ja, de best team wint en ze hebben gewonnen. Wat me opviel in de eerste helft was het meer de verdediging. Die jongens leken niet in sync. Er scoorde wat, vooral in de rebound. Ze hebben veel second chance ballen gehad.
En het bleef maar niet lukken. Het bleek niet te lukken in de verdediging. In de tweede helft ben je teruggekomen. Jullie hebben het geprobeerd. Je hebt een andere opstelling geprobeerd. Niet gelukt. Wat kan je meenemen van dit seizoen voor de voorbereiding voor het volgende seizoen? Oh, heel veel. Ik ga het leven. Veel van ze spelen voor het eerst over de play-off. En ik denk dat je dus nu daar de focus op gaat leggen. Bij deze wil ik je natuurlijk toch wel eigenlijk feliciteren met het semi-kampioenschap. Je hebt gestreden, niet geworden wat je wilde, maar het is toch wel een bijzondere prestatie met zo'n jong team. Gefeliciteerd, Les. Dat waren dus de twee coaches, de coach van Kooi Karpers en de coach van SCVU. Kooi Karpers is dus kampioen in de herenhoofdklasse basketbalcompetitie. Kooi Karpers, gefeliciteerd. We houden het op een stukje basketbal, maar alleen een ander gebied. We gaan het hebben over Move Forward Basketbal. Daar is Vincent Leerdam de founder van en hij was ook op bezoek. En samen met Denzel Anatoe hebben zij dus een beetje verteld over zichzelf. Ik ben Winston Leerdam. Ik ben zeggen, founder van Move Forward Basketball. We zijn bezig met het talent ontwikkelen en talent scouten. En jongsleden, 5 mei heb ik een 5, 6, 7 mei hebben we een recruiting camp georganiseerd. Dat houdt in Amerikaanse coaches geweest met zijn team. Een vriend van mij, Gervin Warwick, die woont in Trinidad, hebben we meegesproken 3 jaar terug hierover. En uiteindelijk is het van de grond gekomen. Hij is met zijn team gekomen, de Amerikaanse coach Larry Sandy uit Atlanta. Hij is een Midwest Division scouter, basketbalscouter. En hij heeft toen met zijn team hier 20 jongens en meisjes, 20 jongens en 11 meisjes gescout. Het waren 3 zware dagen, het was echt leuk. En die kinderen waren helemaal enthousiast. Die coach Sandy vond ook het talent heel erg bijzonder. Hij zei, gezien ook zo korte tijd ik alles in elkaar heb gezet. Het was heel hard werken, want 1, alles is ook geld, een moeilijke situatie. En ik had zoiets van, ik ga niet ondanks de situatie stoppen ermee. Want ik vind, als we dat niet doen, gaan we onze jeugd de kans niet geven om een nieuw platform te bereiken. Ja. Weet toch? En samen met Gervin Warwick hebben we dit gedaan. Ik blijf het zeggen, zonder hem was het ook niet tot stand gekomen, want door zijn invloeden buiten, samen met dat van de coach Sandy, zijn we in de positie om alvast 2 spelers, dat is een meisje Monifa Beide, die zit nu al in Independence, een community college. Zij is al daar, ze is al voorgesteld. Aan de andere spelers die al aanwezig zijn. Dus zij gaat zo van start. Zij gaat zo van start. En Denzel Anatoe is ook een van ze, die nu ook op vertrek staat. Hij vertrekt dinsdag of woensdag naar Denfield Community College. Okay. Waar hij ook dan zijn gedeelte van zijn nieuw platform gaat meemaken. Oké, okay. Dus hey, Denzel zit nu ook hier met ja. ons. Denzel, zou je jezelf ook even willen voorstellen? Jawel, ik ben Denzel Anantoe. Ik ben 22 jaar jong en ik ben basketballer en ik kom uit voor Kooi Karper. We zijn kampioen geworden, kampioen van Suriname, hoofdklasse kampioen. Ik ben geselecteerd om, te basketballen in Amerika. Ik heb een scholarship gekregen dankzij Move Forward Basketball en Next Level Performance. Dus dan, ik ben benieuwd om mijn nieuwe uitdaging aan te gaan. Dus ja. Het is dankzij Move Forward Basketball dat je deze kans gekregen hebt om in de Verenigde Staten te studeren en ook nog te basketballen. Ja. Wat doet dat met je? Nou,
Ik heb er geen woorden voor, maar het is wel een goed gevoel. Niet iedereen krijgt zo'n kans, dus ik vind het wel bijzonder. En dat men me zo'n kans heeft gegeven, betekent dat men iets in me ziet. Dus ik sta ervoor, ik ben ready ervoor. Wat denk je daar te verwachten, los van basketballen? Nou, het is een ander land. Ik is sowieso een nieuwe uitdaging. En meer competitie. Ik moet meer offers gaan brengen, anders gaan leven om als een prof uit te komen. Dus ja, ik kijk er naar uit. Wanneer vertrek je uiteindelijk? Ik vertrek 16, dus dinsdag op woensdag. En ja, dinsdag. Dinsdag, en hoe ziet het programma er daar uit? Je vertrekt dinsdag, je komt daar aan. Wel, hoe verder? Ik vertrek dinsdag en ik kom 19 uiteindelijk aan op de school. Dus waar ik ga logeren en dan start de school, gelijk maandag 21. Oké, en dan heb je dan de eerste training. Weet je hoe het programma eruit ziet? Nog niet. Ook ja, als je daar aan komt, dus wanneer ik daar ben, dan dus het is verder. Eigenlijk gewoon echt nog gewoon aankomen en dan kijk je wel wat het wordt. Je laat gewoon maar op je afkomen. Maar je ziet er best relaxed uit. Ik ben relaxed. Wel enthousiast, toch? Dat wel. Ja. Misschien toon ik het niet, maar ik ben echt enthousiast. Ja. Dus dat betekent dat Kooi Kuipers je gaat missen komend jaar? Ja, en ik ga ze ook missen. Maar ja, dit is echt een opportunity. Ja. En ze staan ook achter me. Ieder staat achter me, ieder support me. Dus ik ben er klaar voor. Hoe ben je op het idee gekomen mee te doen aan het kamp? Ik ben benaderd door meneer Leerdam. Okay. Hij zei me van dat hij een kamp gaat organiseren en dat ik... Dat ik mee kan doen. Mm-hmm. Dus heb ik meegedaan en zodoende ben ik in contact gekomen met die Amerikaan. En daarna de school. Dus zo is het verder afgelopen. Wist je dat de school daar aanwezig zou zijn? Ja, hij zei me wel. Ja? Want, Maar hoe voelde dat aan? Want dan, ja, zal er niet een extra druk op je zijn van er is een school hier, ik kan misschien weggaan, ik moet het extra goed doen. Ging dat ook in je om of niet? Nou, niet echt, want ik was eerder al naar een kamp in Trinidad in 2019. Dus meneer Leerdam zei me ook van, speel gewoon je game, doe wat je goed doet. En gewoon jezelf zijn. Dus dat heb ik gedaan. Kamp op Trinidad? Dat is ook zo'n kamp dat georganiseerd is. Waarvoor ik het had, dat ze niet meer organiseren. Mm-hmm. De Caribbean Camp. En dat ze daardoor naar hier gekomen. Ja, yes, precies. Doordat met die heer van Trinidad. Iemand anders organiseerde het wel. Toch? En doordat het niet meer gehouden werd, waren het ook de spelers van Trinidad van Esang. We hebben ook geen platform meer. Yeah. Dus zij zijn toen gestart hier. En voor de scouten van de spelers ben ik, om dat ook weer even aan te halen waarom ik op hem kwam. Mm-hmm. Ik ben naar alle wedstrijden gaan kijken, nagenoeg. In die periode van die 2 maanden ben ik gaan kijken van wie voldoet aan een bepaald profiel dat ik had gehad. En heb ik dan die spelers daar uitgekozen. Ik ben naar verschillende wedstrijden gegaan, naar soms trainingen van verschillende verenigingen in die periode. Om toen mijn final 20 te maken en mijn final 11 voor de meisjes. Weet toch, zodat dan die mannen dan gebruik kunnen maken van de spelers om ze dan in aanmerking te laten komen voor een scoutingprogramma. Ja. En die coach heeft ze ook uitgelegd van tijdens het scouten, tijdens het kamp, zei van hey, you need to work hard. Zei, you have to show me what you want and if you want it. Weet je, hij heeft ze toen ook uitgelegd van ik ben een scouter, ik ben speciaal hier gekomen, meneer Larry Sandy uit Atlanta. Hij heeft ze ook gezegd van hey, als je hard werkt en we een mooi profiel voor je kunnen maken, kunnen we een plaatsje voor je vinden. En hij was heel erg tevreden over het talent en hun inzet. Ja. En zij begreep 3 dagen lang, 5 uren lang bezig zijn. Vijf uur. Het was 3 dagen lang 5 uur per dag bezig zijn. Wow. Met misschien een pauze van een half uurtje, misschien ertussen een half uurtje daar, een half uurtje. Maar het is 5 uren constant bezig zijn. Dus en hij was tevreden over hun inzet. Hij zei, hij zei, het is niet omdat hij hier is, zegt hij het. Zeg maar de manier hoe ze zich hebben ingezet was ongelooflijk. Okay. Ze hebben nooit het idee gegeven dat ze wilden opgeven. Okay. En geef gewoon aan hoe onze kinderen zijn. Weet je, we moeten ze blijven pushen en poweren.
dat ze door moeten blijven gaan. En natuurlijk ook blijven motiveren. Motiveren. Want dat is het belangrijkste. Weet je, en dit is alvast een manier om ze te motiveren. Van, hebben ze iets om naar uit te kijken? Ja. Weet toch? Winston Leerdam en Denzel Anatoue. Denzel die vertrekt dus volgende week met een beurs naar de Verenigde Staten, waar hij zijn talenten dus verder kan ontwikkelen. Deze beurs is uiteindelijk tot stand gekomen door een kamp die georganiseerd werd door Move Forward Basketball, waar Winston Leerdam de oprichter van is. Maar wat is Move Forward Basketball nou precies? Dus Move Forward Basketball is eigenlijk een beweging, een school, waarbij je komt om extra trainingen te halen bij mij. Okay. Ik werk meer aan je fundamentals, in je spelinzicht, in hoe je in de wedstrijd moet bewegen. Bij een verkeerbiezen, daar help ik je ook daarmee. Okay. Weet je? En als je voor dingen ontbreekt, dan werken we daarop. Een beetje fine-tuning. Fine-tuning, van spelers ook. Okay. Bijvoorbeeld als je je schotpercentage slecht is, dan gaan we werken dat hij een hoger percentage krijgt. Als je dribbles niet geweldig zijn, dan gaan we in handles werken. Weet toch? Dus, en je spel in zich werk ik ook daaraan. Weet toch? Dus ik wil je eigenlijk fine-tunen voor je team. En die jongens komen in en ze komen werken. En een heleboel van die jongens in de competitie draaien ook beter. Dankzij ook mijn kamp. Omdat er speciaal wordt gefocust op wat ze ontbreken. Juist. Ja. Heel mooi initiatief dus van Winston Leerdam met Move Forward Basketball. Maar wij willen toch nog ook weten hoe dit idee tot stand is gekomen bij deze coach. In principe is dit altijd mijn droom geweest om mijn bijdrage te leveren voor de basketbalsport. Ik heb zelf ook top gespeeld, ook veelvoudig kampioen geworden, hoofdklasse met CLD. En mijn droom was altijd ook om naar het buitenland te gaan. Natuurlijk is dat niet bij mij gebeurd. Maar eigenlijk mijn zoon heeft me geïnspireerd om daarmee te beginnen. Ik ben toen de kamp begonnen om hem te trainen. Hij was geïnteresseerd in basketballen en ik zei van oké, dan ga ik hem zelf doen. Om een bijdrage te leveren. Hij speelt wel voor de vereniging, maar daarnaast trainde hij met mij. Weet toch? En dit heeft me verder geïnspireerd om te zeggen van ik wil meer dan dit. Weet je, want ik heb zelf ook gespeeld. En uiteindelijk had ik niemand in mijn corner om mij zodanig te pushen dat ik ook weg kon gaan. Ja. Want ik was heel goed, weet je toch? En, echt? Ja, heel goed. 5 maal kampioen van Suriname met CLD. Ik denk van wel, weet je. En mijn bijdrage was heel groot, weet je toch? En ik had dat ook in mijn corner gehoord van, je bent echt goed, je moet echt weg. Ja. Weet je toch, toen had ik dat ook nog gehoord. Ik heb heel stiekem ook toen tijdens mijn basketbalkrijg ben ik, heb ik ook geprobeerd in Groningen. Is niet geworden wat ik wou, maar uiteindelijk... Groningen? Nederland, ja. Ze heette toen Donar, had ik ook wel eens geprobeerd. Maar het is een lang verhaal, niet van terechtgekomen vanwege omstandigheden. Maar ik zeg van, als mijn zoon ambities heeft, wil ik ook wel daar zijn om hem verder te brengen naar wat ik heb gehaald. Ja. Ik had het hoogste wat je kan halen hier is kampioen worden in de hoofdklasse. In de hoofdklasse. Weet je, en dan ben je ook gewoon klaar. Weet je, en ik dacht van nee, er zijn grotere uitdagingen buiten. Ja. Weet je, dus toen ik ook wel zag van, sommige kinderen gaan weg, zei ik van, er moeten meer weg. Tsunami heeft genoeg talent en heel veel talent. Ja. Weet je, zonder dat die gewoon blijven slijten. Weet je, het enige wat ik wel adviseer aan jonge kinderen, is dat ze wel hard hun best doen op school. Want weer weg gaat het gepaard met je studie. Weet je, doe echt je best op school. En ik doe gewoon beroep ook op ouders. En ook de scholen die met kinderen bezig zijn. We hebben een hele moeilijke situatie gehad met onderwijs vanwege van COVID. Ja. Laten we de kinderen ondersteunen. En ook wel helpen om toch weer het niveau weer op te vijzelen. Want ze hebben het niveau ook nodig. Weet je, want als je dat niveau niet hebt, kan je ook niet weg. Want sport en studie gaan samen in Amerika. Ja, klopt. Weet je, en om weer terug te komen op dat van hoe ik ben begonnen is, ik heb toen een kamp georganiseerd. En natuurlijk is het zo dat als je iets overdraagt, moet je ook kennis hebben van. Ik ben ook die opleiding gaan volgen om op een juiste manier over te dragen. Heb ik het ook al intussen op zak. En vandaar dat ik met mijn kamp ben begonnen. Ik kwam toen mijn vriend Gervin Warwick van Trinidad hier in Suriname tegen. Want we speelden een veteraan-toernooi. Veteraan-toernooi. Ja toch, veteraan. 25 plus, hè? Was 35 plus. 35.
zien. 35 plus. En hij zei toen van, hey, I have a nice idea, you know, because the Caribbean camp isn't working anymore. So I want to give the kids a platform, you know, that they have, they need. Dus toen spraken we en we kwamen toen op dit. En uiteindelijk, na 2 jaar, hoorde ik hem weer in, het is in mei gehouden, in april. Mm-hmm. Toen zei me van maart april, zei van, hey Winston, are you ready to host your camp? Ik zei, host? Ik zei, what do you mean? Ik zei, you need, I only have 2 months. Ik zei, dit alles heb ik in 2 maanden moeten organiseren. En wow. Ja, 2 maanden, waarvan je eigenlijk meer tijd nodig hebt. Maar dan is het... alleen voor lokale basketballers? Dus voor deze keer hebben we dat voor lokale basketballers gedaan. Het was ook een eerste keer voor hem. Dus we hebben het samen voor het eerst samen gedaan. En hij voor hem ook de eerste keer. Dus toen zei ik van laat het alvast eerst met de Surinaamse spelers doen. Dus ik heb toen op een gegeven moment vanaf toen hij me zei van we gaan het beginnen te doen. Heb ik ondersteuning gehad van ouders die bij mijn kamp aanwezig zijn, Move Forward Basketball. Die connecties hadden, die hebben me in contact laten opnemen met meneer Waldo's van Waldo Travel, Marriott, Havenbeheer, weet je, Amps. Dat zijn bedrijven die hebben meegewerkt. Diego Sinnesen, zijn bedrijf, weet je toch, Wayne De Leon Moments. Dat ook zijn oud, ja, ook oud-spelers. Ja. Diego Sinnesen heeft ook gebasketbald. Ja. En die hebben allemaal ook een bijdrage, de schakel, ja. Juist. Hij is ook naar het buitenland geweest om te basketballen. Ja. Ja. Dus zij weten allemaal hoe het aan elkaar is, in elkaar zit. Dus ik heb zodoende de bijdrage gehad van gewoon ook vrienden en kennissen, hoor. Mm-hmm. Die me hebben ondersteund financieel. Ik ga geen namen noemen, want anders kan ik hier wat mensen vergeten. Maar die bijdrage was groot. Desondanks het niet genoeg was, zijn we toch doorgegaan om dit te organiseren. En waar werd het kamp gehouden? In de Lyceum Sporthal. Oh, gewoon in de Lyceum Sporthal? Ja, in de Lyceum Sporthal hebben we dat gedaan. We hadden 3 dagen. De eerste dag was Fundamentals. Mm-hmm. En daar had men kijken naar je skills, je vaardigheden. De tweede dag was spel. En de derde dag was kracht, agility. Gaat men kijken hoe sterk je bent. En men gaat dan je lengte meten, alles van je wingspan. Mm-hmm. Dus alles wat ze nodig hebben om dan de teams over te overtuigen wat je op profiel te maken. Ja. Er is dan een digitaal profiel gemaakt van zo'n kind. Mm-hmm. En die zijn allemaal op YouTube te zien en te bezichtigen. Oh, nice. Ja, ja. En er is ook een sport-app gecreëerd door Next Level Performance. Dat je ook die app kan bezoeken, dan ga je dan alle spelers die in Suriname hebben meegedaan, kan je ze ook volgen op die app. Ja. Okay. En zo'n app gaat dan naar de scholen en die scholen kijken naar de app, hey, Suriname, oh, zulke spelers. En dan kunnen ze kijken wat zij nodig hebben. Okay. En op het kamp waren dus ook scouts aanwezig? Ja, dus de coach was aanwezig, de Midwest Division coach, dat is Larry Sandy. Mm-hmm. Hij is een scout, dus maar 1 scout was aanwezig. Okay. En hij is de Midwest Division, een van de Midwest Division scouts in Amerika. Okay. Dus hij kan al die scholen daar in de regio. En dan kan hij dan met linken. Die profielen van die spelers gaat hij dan linken met die scholen van hey, what do you need? Okay. Weet je, en dan zegt hij van, hey, ik heb bijvoorbeeld een center, nu bijvoorbeeld Denzel's situatie, hadden ze een ring protector nodig. Ik zei van, hey, I got a 6'8 guy here. Dus zo is hij in de aanwezigheid. Ja, hij is heel lang. Maar hij doet het ook heel goed. Hij is ook een hele goede ring protector in die wedstrijden. Ja. Weet je, daarna scoort hij ook. Weet je, dus dat is een plus voor zo'n een school. Weet je, en ik denk dat ze wel een hele goede aanwezigheid hebben aan hem. Hij is gedisciplineerd. Niet dat hij hier zit, zeg ik het weet je, maar een hele goede discipline en consistent. Want dat hebben ze nodig, weet je. Je moet gedisciplineerd zijn en je moet consistent zijn. Dat willen ze van jou. Oké, dat was goed. Ja. Had u nog wat toe te voegen? Ik van hieruit zeg ik ook van het bedrijfsleven dat ze die organisatie ondersteunen. Het is belangrijk dat we de jeugd een platform geven, weet toch? En dat ze ook meer hebben naar uit te kijken, snap je? Los van alleen studeren, weet je, basketballen hier. Er is veel talent. En we gaan niet alleen over basketbal, ik ben nu gewoon zeker voor basketbal hier. Maar als je overal kijkt, Surinamers hebben veel talent, weet je? En wij moeten meer gaan bieden voor deze kinderen weg te gaan. Zodat als we een selectie formeren, hebben deze ook die buitenlandse ervaring.
Dan heb je een grotere, een betere selectie. Ja. Weet je, dus last van dat ze weggaan voor zijn persoonlijke reden. Maar heb je dan ook voor de selectie ook een betere selectie? Als je zich gaat toevoegen aan de selectie, hebben we een toffere selectie om ook mee te doen aan de Caribbean Cup bijvoorbeeld, net als bij volleybal. Ja. Weet toch? Dus ik zeg, iedereen ook, motiveer dit. Weet toch, het is een positief ding. Het gaat niet om mij. Het gaat niet om mensen leren. Het gaat om het talent dat een platform moet krijgen. En dankzij, samen met Next Level Performance. En natuurlijk, SBA heeft het ook ondersteund. Meneer Issa heeft het ook helemaal ondersteund. En hij heeft vanaf dag 1 heeft hij zijn bijdrage ook geleverd. Weet je, dus het is een samenwerking van iedereen. Weet je, het is niet alleen mijn persoon. Ik moet niet alleen erachter staan. Maar als ik ook hulp kan krijgen van bedrijfsleven, van vrienden, kennissen. Iedereen een bijdrage wil leveren, sta ik open voor. Weet je, is voor ons. Ja. En voor hun vooral. En voor de kids. En voor de kids. Ja, voor de jeugd. Dat is voor ook als een veteraan. Ja, toch, ik ben de veteraan hier. Het is voor de toekomst van Suriname. Laat me dat zo mooier te zeggen. Ja. En hij is een voorbeeld voor de jongens die ook moeten gaan. En Monifa is voor de meisjes die ook moeten gaan. Weet toch? Dit zijn de twee eerste hieruit. Het is trouwens ook... Uit dit programma. Uit dit programma. Het is trouwens ook voor het eerst gehouden in Suriname. Dat het voor het eerst in Suriname gedaan is, dat je geschoold bent en dat je naar Amerika gaat. Ja. Weet je, je hebt dat nooit gezien. Normaal gaat de speler weg naar het team om daar try-outs te doen. Nu komt die coach naar hier en het is toch leuker, weet je. En dan kan je ook meer kinderen de gelegenheid geven om meedoen aan zo'n kamp. Klopt, want het is lokaal. Maar het is lokaal. En ik zeg nog meer, we hebben nog meer dat we willen doen. En ik zeg, het komt sowieso nog. Ik ga nog met mijn programma bij je komen, wanneer het zover is. Ja, maar we kijken naar uit om dit tot een Caribbean Camp te maken. Ja? Ja. Oké. En daar gaan we wel een cameraploeg bij zitten. Maar ja, maar hoe komen we zaterdag? Zaterdag, ja. Vergeet ik niet. Nee, ik ga het niet vergeten. Meneer Leerdam, Denzel, bedankt dat jullie hier waren. Denzel, jij alvast succes in de Verenigde Staten. Dank u wel. Heel mooi initiatief van Winston Leerdam om deze jonge basketballers de kans te geven om niet alleen hun talenten, maar ook hun educatie te ontwikkelen in het buitenland. En wij van ATV wensen Denzel Anantoué natuurlijk heel veel succes daar in de Verenigde Staten en het team waarvoor hij zal uitkomen. Hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van het binnenlands gedeelte. Be standby, want over enkele ogenblikken zijn we bij u terug met ons buitenlands nieuws.